Hallo, ik ben Arthur. Ik ben conservator van Ecomare. Ik heb meegewerkt aan deze tentoonstelling, Wonderlijk Wat. En ik heb zojuist weer even het introductiefilmpje bekeken. Dat is de wadpier. De wadpier, dat is een van mijn favoriete soorten die in het waddengebied voorkomen. Ze eten het zand. Ze eten het zand van de wadbodem massaal. Ze leven van de algjes en de bacteriën die daarin leven. En ze woelen dus voortdurend die wadplaten om. Ze bepalen daardoor heel erg hoe het waddengebied eruit ziet. Het is een sleutelsoort in het waddengebied. De Waddenzee zit barstens vol leven. En dat komt omdat het een heel ondiepe zee is. In het voorjaar en in de zomer, dan is er volop licht, dan is er voldoende warmte, dan is er ontzettend veel voedsel. En daardoor groeit alles geweldig en is het ontzettend rijk aan allerlei mogelijke soorten leven. Als het nou met een van die soorten niet goed gaat, bijvoorbeeld omdat ze achteruit gaan door klimaatverandering of wat dan ook, dan heeft dat effect op allerlei andere soorten, omdat ze allemaal van elkaar afhankelijk zijn. En dan verandert het hele waddengebied. Je begrijpt pas hoe de Waddenzee in elkaar zit als je de geologische geschiedenis weet. Hier zie je de aardlagen die onder de Waddenzee zitten. Dat er bijvoorbeeld gas en zout wordt gewonnen in het Waddengebied, dat begrijp je pas als je honderden miljoenen jaren teruggaat in het carboon. Dit is de enige tentoonstelling die dat verhaal vertelt. Ik zou zeggen, kom eens kijken in de tentoonstelling Wonderlijk Wat in Ecomare.